voel me goed en vereerd. The title of my thesis is Nature-Friendly Gold Mining in the East Malvinide area in Suriname. Dat, waarom heb ik dit dus gedaan? Om mijn werkmethode, werksysteem aan te passen. Vanaf moment 1 ben ik begonnen om het aan te passen. Omdat ik van bewust ben dat het werken met kwik zeer schadelijk is voor mens en milieu. En daarom heb ik gezegd van welke bijdrage kan ik leveren om ook andere coldminers te bewegen of te motiveren om andere methodes te gebruiken dan met kwik. Dus daarom, als je nu gaat bij mijn coldmine, dus we doen dat zonder kwik. The government needs to find ways to educate the gold miners on the effect of mercury. De ordeningssector enkele moest alles in kaart hebben gebracht en adviezen geven aan die miners. Of de overheid kan inkomen met andere methodes. Daarom heb ik gezegd van de overheid moet een heel goede belangrijke rol hier spelen. Want niet iedereen kan overstappen. Die andere methodes zijn duur. Maar andere mensen zeggen gewoon doodleuk van, dit is de makkelijkste manier om goud te vinden. Dus andere mensen willen niet luisteren, ze willen niet overstappen. Maar de overheid moet door middel van wetgeving deze mensen kan dwingen om over te stappen. Want als we zo doorgaan, dan geloof me, we gaan heel veel problemen krijgen. Over duur en kapitaalkrachten gesproken. Hoeveel heeft dit hele proces u gekost? Hier betaal je bijvoorbeeld per kwartaal, per jaar, betaal je 3000 euro enzovoorts. U weet het, van mij is helemaal in Amerika. Die mensen nemen duurder. Dus het heeft me wel gekost. Dus niet dat het heel veel heeft gekost, maar het heeft me gekost per jaar. Moet ik 7500 US betalen per jaar. Het heeft me bijna 3 jaar gekost om een master af te ronden. En om op die plekken te komen om onderzoek te doen, dat heeft natuurlijk ook geld gekost. Kijk, voor mij is het makkelijker omdat ik equipped ben. Ik heb mijn eigen boot, ik heb mijn eigen vliegtuig, dus ik kan makkelijk naar die gebieden gaan. Daarom heb ik niet gezegd genomen het hele gebied van Suriname. Ik heb gezegd genomen Oost-Sipaliwini. Waardoor ik de Langatabiki-area heb onderzocht, de Mamajuka-area heb ik onderzocht, naar de Lawa-gebied heb ik onderzocht en ook de Panahuni richting Selakreek. Dus waar ik kan bereiken, Langatabiki kan ik de auto pakken. Als ik daar ben, neem ik een ATV, kan ik naar die mensen. De Scalians zijn hier in de meer, neem ik een boot en vaar ik naar daar. Dus een master's diploma is een echte Anowai. Ik denk niet dat ik mezelf voor de gek zat houden. Wat ik wilde hebben is scholing. Ik wil een onderzoek doen welke bijdrage ik kan leveren in de coldsector om het milieuvriendelijker te maken. Dus dan kijk ik toch. In feite, die boeken wat ik heb gelezen is hoe je moet onderzoeken. Wat moet je doen om daar te zijn en die toe te passen in je onderzoek. Dus ik heb mijn onderzoek gedaan. Dus het is kennis van mijzelf heb ik verkaart. Dus als wil mensen zeggen van ja, Brunswijk heeft dit gekocht of zo, dan hoor je jezelf voor de gek. Je kan jezelf niet voor de gek houden wanneer je bijvoorbeeld kennis wil hebben. Dan hoor je jezelf voor de gek. En Genki, Genki Sako. Nogmaals met de auto om te zien voor score en strijd. Tegen je wanneer score je zeven dagen, heb je zomaar je. En heb je vijf dagen. Je kan score en strijd, zolang je wanneer. Maar als je wanneer, dan score je zeven. Maar zolang je wanneer, dan pas je daar. Je hebt drop-outs, je denkt dat jong, ik ben al verloren. Je bent nooit verloren. Zolang je hebt 40 keer ik wil, waarom wil, is er altijd een weg.
Dus meer power dan dat je nou, maak dan een voorbeeld. Maak je de educatie, maak je een score dan safety. En door middel van schooling, je kan zo'n mooi pisan. We volgen uw voetstappen en we zullen het ook beter doen dan dat u het heeft gedaan. Oké. Proost.